sprak met Joost al eerder over in een interview over duurzaam zaken doen en de rol van ecokosten daarin, milieubelasting in het kader van producten. En het, vandaag, nu, wil ik verder met het onderwerp duurzame innovatie en de rol die een strategie op het gebied van duurzame innovatie heeft voor producten die goed moeten verkopen. Uiteindelijk komt het daar uiteindelijk niet neer. Maar hoe doe je dat nou? En hoe kom je daar nou aan die producten in de praktijk, Joost? Ja, dat is een hele goede vraag, want in de praktijk is het nog best wel lastig. Daarom heb ik juist een nieuwe boekje geschreven. Bij innovatie heb je een dubbele doelstelling in deze filosofie. Enerzijds moet je zorgen dat je nieuwe product lagere ecokosten heeft. En anderzijds moet jouw nieuwe product meer marktwaarde hebben dan het bestaande alternatief. Dat laatste is niet onbelangrijk. Een decennium terug hadden we het nog over duurzame oplossingen die echter niemand wilde hebben. Het was schurend toiletpapier, bobbelig papier om op te schrijven, dingen van jute en vlas die weer kapot gingen. En de consument moest dat maar slikken onder het mom van gedragsverandering en consumenten consuminderen. Maar dat werkt natuurlijk helemaal niet. Ik bedoel, het was zelfs contraproductief. En tegenwoordig begrijpen we dat je de klant natuurlijk altijd centraal moet stellen en dat je dus iets moet leveren dat begeerlijk is en een goede kwaliteit heeft. Ja, dat is toch wel, die doelstelling heeft toch wel een, dat schuurt een beetje. Dat is een beetje tegenstrijdig, lijkt het toch? Ja, dat is misschien ook wel zo, maar als je slim innoveert, dan kun je waarde toevoegen en tegelijkertijd ecokosten reduceren. In Delft hebben we daar echt talrijke voorbeelden van, sinds we daarmee bezig zijn. En waar het bij innovatie dus om gaat, is dat je de verhouding tussen ecokosten en waarde van een product verbetert. Ja, daar kom je nu eigenlijk met een soort van nieuwe norm aan komt zetten. Hè? Eerst hadden we ecokosten in het vorige gesprek, hè, wat dominant was. En nu kom je ineens met ecokosten en waarde aan. Ja, hoe past dat op elkaar? Ja, er komt iets nieuws uit Halgehoed. En die nieuwe norm die komt uit de macro-economische benadering van het duurzaamheidsprobleem. We noemen dat ook wel de budgettaire benadering. Macro-economen weten dat mensen geneigd zijn geld dat ze verdienen ook weer uit te geven. Op het niveau van een land spaart men niet meer dan 5% en in de afgelopen periode gaven we zelfs meer uit dan dat we verdienden. Als je het duurzaamheidsprobleem zo bekijkt, dan is het dus een kwestie van koopgedrag van de burger. Geef je geld uit aan producten met een hoge milieulast, dan doe je het verkeerd. Zo simpel is het. En die milieulast die druk je uit in ecokosten per euro. De ecokosten-waardeverhouding. En hoe komt het? Als bedrijf stimuleer je dus duurzaamheid door producten in de markt te zetten met een lage milieulast en tegelijkertijd een hoge prijs vanwege de hoge kwaliteit en begeerlijkheid. Je moet dus mensen verleiden jouw product te kopen en dan hebben ze geen geld meer voor vervuilende producten. Zo simpel zit dat in elkaar. Ja, die verleiding daar, dat voel ik. Hè? Maar de vraag is natuurlijk van hoe kom je dan aan die producten die ook die verleiding hebben? Hè? Ik sprak al eerder over wc-papier, dat is niet begeerlijk, maar nu zeg je ja, mensen moeten het willen kopen. Hè? Maar het moet tegelijkertijd die ecokosten aanpakken. Hoe kom ik nou aan zo'n product? Nou, lage ecokosten is vooral een kwestie van keuze van energie en materialen. Energie moet natuurlijk hernieuwbaar zijn, dan vertel ik niets nieuws. Uit windmolens en zonnecellen. En materialen, die moeten of biobased zijn, of ze moeten recyclebaar zijn. En dat levert je een ecokostenscore op die een factor 2 tot wel een factor 10 lager is dan van wat we nu doen. En dat is nogal wat. In ons gesprek gaat het heel veel over materialen en over energie. En ja, de actualiteit gaat tegenwoordig daarover, zegt daar iets over in de circulaire economie. Hoe moet ik dat plaatsen? Ja, dat klopt. Wij hebben het hier over circulaire economie. Daarbij wil ik wel opmerken dat veel van de verhalen die daar op dit moment de ronde doen, niet praktisch zijn en soms zelfs helemaal niet kloppen.
De ideologie is heel erg goed en heel erg mooi, maar de uitvoering in de praktijk, dat maakt nogal uit. Omdat een en ander contraproductief kan uitwerken. Kan je daar een voorbeeld van geven? Ja, jawel. Er is nu bijvoorbeeld een bovenmatige aandacht voor leasen. Ja. Dat duurzaamheid is altijd goed uit als je begint te leasen. Want de redenatie is, bij leasen dring je het bezit van het product terug. En het bezit wordt beschouwd als bron van alle kwaad. Wat men daar geheel over het hoofd ziet, dat is dat leasen de consumptie in veel gevallen juist aanwakkert. Denk nu eens aan een auto van de zaak, een leaseauto van de zaak, hè? Nou, dat wakkert consumptie aan. En in Delft zoeken we nu uit onder welke condities leasen goed is voor het milieu en wanneer niet. En hoe dat exact in elkaar steekt, dat staat in mijn nieuwe boekje. Maar een voorbeeld. Vaak is de initiële investering van een groen product te hoog voor de koper. Terwijl de besparing juist in de gebruiksfase zit. Ja. En dan is leasen een prima oplossing. Dat is het geval bij elektrische auto's of de batterijen van elektrische auto's. Die zijn duur en die besparen wel. Dus daar moet je leasen. Daar grijpt dat op in. Je bent dus wat kritisch op die circulaire economie. Nou, positief kritisch, maar kritisch zeker niet. We moeten de komende 40 jaar veel beter leren omgaan met grondstoffen. Anders dan worden die onbetaalbaar. En mijn punt nu is het volgende. Regeren is vooruitzien, maar natuurlijk niet met oogkleppen op. De basisgedachte van circulaire economie is uitstekend, maar we moeten geen fouten maken bij de implementatie daarvan. Dat is mijn punt. Nu zijn er nu al zakenmensen die gebouwen en zelfs hele bedrijven kopen en dan verduurzamen en dan met heel veel winst verkopen. Maar dat zegt niet dat iedereen zomaar gemakkelijk winst maakt met duurzaamheid. Ik ken veel te veel ondernemers die failliet gegaan zijn in een poging duurzaam te ondernemen. Dus je moet goed nadenken hoe je dat gaat aanpakken en je moet slim te werk gaan. En bedrijven die een goed doordachte, duurzame strategie hebben, die hebben absoluut de toekomst. En dat is mijn absolute overtuiging. Joost, dank voor je heldere verhaal.